20 jaar geleden. Toen nog twee knappe, eenzame prinsen. De koningin van het rijk daar, vrouw Poesie, regeerde met ijzeren hand. Toch ging haar voorkeur uit naar twee wel heel speciale figuren. Enerzijds was er prins Gu, die bezeten was door allerhande muziek, film en dans. Die in het Sint-Annake voor kok studeerde, toch liever in het stoofvlees spuwde dan een lekkere maaltijd te bereiden. Anderzijds was er prins Lu, die radio maakte als Ludwig de Vlaming bij Radio T. Bonkers. Die voor leerkracht studeerde. Beide blauwbloedigen ontmoeten elkaar voor het eerst tijdens het galabal in zaal Marcus Antonius, ondersteund met verschillende kleurrijke pilaren. Hoewel het geen liefde op het eerste gezicht was, hing er toch een zekere spanning in de lucht. De vonken waren zichtbaar aanwezig, toch niet bevestigd. Prins Gu, die dacht dat prins Lu van Italiaanse afkomst was, besloot al snel in te gaan op een nieuw rendezvous met zijn droomprins, Ludovici Lano di Mora Iaraco. Ze ontmoeten elkaar in het sterrenbos, waar ze elkanders toverstafjes ontdekten. De daaropvolgende dagen kleurde de hemel koningsblauw en hadden de inwoners van het koninkrijk vrouw Poesie eten en drinken in overvloed. Al snel werden beide families uitgenodigd door vrouw Poesie in haar majestueus paleis. Prins Gu werd goedgekeurd door de adellijke familie Aragon bij hofleverancier Debameulen. Indrukwekkende lach van prins Gu betoverde ook de ouders van prins Gu. De inwoners van koninkrijk vrouwen Poesie voelden het verschil. Elke dag was een feest. Omdat de ene niet zonder de andere kon, besloten ze al snel samen een pannen- en pottenkoekennestje te bouwen in de grootste laan der rijken, de Dendermondse steenweg. Ik hoop dat jullie mij nog kennen. Ik wens jullie het allerbeste, een heel gelukkig leven. De oude buurvrouw. Daar beleefden ze veel intense momenten. Prins Gu, de verliefde ziel, organiseerde op een dag een romantische avond. De hemel hing vol grote en kleinere sterretjes. Hij wilde prins Lu verrassen. Na het ontsteken van de olielamp zag hij een avond in rook opgaan. Prins Gu en prins Lu waren zelden thuis. Ze kuierden vaak rond in de stad. Tijdens een van deze vele wandelingen door een sprookjesstad heen ontdekten ze een toekomstig paleis in Rudelindustrie. Zonder enige hulp van de kassenpoester, Sneeuwwitje en haar zeven dwergen toverden deze twee prinsen een toekomstig paleis om tot een echt droomkasteel, waar ze zich beiden veilig voelden. Dat moet ik lezen. Tot op heden organiseerden ze met veel plezier voor hun inwoners talrijke galabals, verjaardagspartijen, tuinfeesten en filmavonden. Gouvernantes, Leijmeers en Romboud waren vaak de eregasten. Hofnar Peters, die meer dronken was dan nuchter, entertainde de bevolking met talrijke volks- en mimespelen.
dat de koninklijke haan driemaal kraaide, bracht prins Gu al verslag uit in de Facebookkrant. Iedereen was in de wolken over het toekomstig leiderschap. Rondom een droomkasteel lag een prachtig meer met talrijke fonteinen. Vrouwe Poesie vertoefde hier vaak. Ze werd hier ooit gevonden en nu gekoesterd door prins Gu en prins Gu. Vulden prins Lu en prins Gu een vrije tijd tussen de reguliere bevolking door de talrijke rommelmarkten te bezoeken. Als film- en muziekfanaten bezochten ze vaak mediamarkten, Saturnkraampjes, Fnac-beurzen en dergelijke aangelegenheden. Wanneer vrouw Poesie overleed, nam prins Gu en prins Lu na een rouwperiode de fakkel over. Ze maakten vele nieuwe vrienden, waaronder madame Dujardin, alom bekend in de streek Nicaarke, en de nieuwe hofleverancier Hos. Binnen. Ook de man van de straat telde voor prins Lu en prins Gu. Zo kwamen ze regelmatig over de vloer bij eerste wachtmeester Smet en brigadier Heinrichs. Tot slot waren er nog twee opmerkelijke personen. Pieters en de Donder. Twee bandietjes die het nooit zullen leren. Als prins Gu Facebookland vertoerde of clipjes monteerde, ontvluchtte prins Lu het droomkasteel en voelde zich even later de hemel te rijk. Na 20 jaar voelde ze zich nog rijker.